Daily Minutes nummer 1434 met een uitzending van vandaag 9 oktober 2018. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag helemaal achteraan is er data in het snelle Veldhel X9 bij 1500 hertz. Veldhel X9 bij 1500 hertz. Deel 5 van Stuart Hill vandaag en zijn micronatie Forvik. En we beginnen zo dadelijk met deel 11 over zelfbouw. Eerst echter nog een paar nieuwsberichten. In de VS is Hurricane Michael in het nieuws. Nu nog een orkaan van de eerste categorie, maar dat kan soms snel veranderen. De orkaan wordt aan land verwacht op 10 oktober. Dat zal in de Florida Panhandle zijn. Verwacht wordt dat de orkaan dan categorie 2 of 3 zal hebben bereikt. Vanwege de orkaan is het Hurricane Watchnet actief op de frequenties 14,325 MHz en 7,268 MHz. Vooral de eerste is hier van belang natuurlijk. Houdt 14,325 vrij voor eventueel noodverkeer. Ja, verder lees ik dat mijn min of meer buurman, het station Different AM, dat op 747 kHz vanuit de regio Nijkerk uitzendt, na 4 weken uit de lucht te zijn geweest, weer terug is met een volledige rebranding. De website van het station www.differentradio.nl, www.different met twee F'en, differentradio.nl is vernieuwd en het station kondigt al aan rond kerst en oud en nieuw een hitlijst met de beste muziekmix te zullen uitzenden, waarvoor ze nu de luisteraars al oproept om tips in te sturen. Different AM is een van twee low-power AM-stations in de regio Amersfoort en zit met een 50 watt vergunning hemelsbreed precies 7 kilometer bij mij vandaan. Het station is ook 24/7 via een stream op internet te beluisteren. Het andere Amersfoortse station is Radio Impuls met een 1 watt vergunning op 1485 kHz. Die zit hier hemelsbreed krap 3,5 kilometer vandaan in de wijk Randenbroek nabij de binnenstad van Amersfoort. Different AM kan ik hier boven de massieve storing op de middengolf met mijn loopantenne redelijk goed ontvangen. Bij Impuls heb ik tot nu toe vanwege de afstand en het zendvermogen maar geen pogingen ondernomen. Ja, en dan nu aflevering 11 van de serie over zelfbouw. Gisteren hadden we het over de noodzaak van hoogfrequent ontkoppeling van schakelingen en dan met name de problemen die het gevolg kunnen zijn van het ontbreken van een ontkoppeling. Het is niet gegarandeerd dat je dit soort problemen krijgt overigens. Ik heb eigenlijk de ontstoring altijd wel serieus genomen. Je wilt bijvoorbeeld niet dat je op een moment dat het minste uitkomt, want dan gebeurt het altijd, ineens in de problemen zit. Bij enkele onderdelen van de experimentele repeater PI3XDV heb ik bewust dit soort ontstoringen weggelaten, puur om eens te kijken of dat tot problemen zou leiden. Het station bestaat uit 2 zenders van een flink zendvermogen, eentje is 40 watt, de ander 70 watt. Tot mijn verbazing trad daarbij geen storing op, in het geheel niet. Ondanks niet ontkoppelde stroomdraden en een schakeling met daarin wat relaisaansturingen, logica en audioversterkers die op dat moment niet in een behuizing waren gebouwd. Het kan dus goed gaan, maar je wilt niet dat het fout gaat omdat het altijd slecht uitkomt. Vandaar is die ontkoppeling eigenlijk toch wel altijd aan te raden. Een maatregel die ik wel heb genomen, de repeater is voorzien van uitstekende coax met een mantel die goed dicht is en de SWR op beide banden is onberispelijk. Op de plek van de apparatuur is er dus niet veel hoogfrequent te bekennen. Ja, dan komen we aan concrete maatregelen. De ingang van een versterker die kun je onder andere hoogfrequent bestendig maken door een keramische condensator van een paar honderd picofarad van de ingang naar aarde te zetten. Liefst zo dicht mogelijk bij de versterker zelf. Als dat niet werkt kun je nog een weerstand in serie met de microfoon zetten. In het geval van een laagohmige mic enkele tientallen ohms. Bij een hoogohmige microfoon meer, bijvoorbeeld 1 of 2 kilo ohm als de microfoon 50 ohm is. De RC-tijd van de weerstand en de condensator vormen hierbij een laag doorlaatfilter. Ja, verder moet de voedingsspanning dus ook ontkoppeld worden. Als je tantaaltjes gebruikt, tantaal-elko's, dan kun je de functie voor HF en audio-ontkoppeling combineren. Ik raad dat alleen niet aan. Tantaalcondensatoren die zijn notoire kwetsbaar. Ze zijn direct stuk of ploffen als er ook maar heel kort een beetje stroom de verkeerde richting uitloopt. Dat kan bij inschakelen gebeuren bijvoorbeeld. En hetzelfde geldt ook voor pieken op de spanning die boven het maximum van de betreffende component uitkomen. Beter kun je gewone elko's gebruiken, die zijn veel minder kwetsbaar met bijvoorbeeld 1 narofarad of iets groter keramische condensator parallel. De normale elko's die vormen voor HF vaak een spoel omdat ze uit gewikkeld folie bestaan, dus ontkoppelen ze voor HF niet. Vandaar dat je ook keramische condensatoren of iets soortgelijks moet gebruiken. Een condensator met een vergelijkbare waarde als aan de ingang mag eventueel ook op de uitgang, eventueel daar ook met een weerstand in serie. Je moet wel oppassen met die condensatoren. De grens van goed HF dichtmaken voor de laagste korte golfbanden en het dof maken van je modulatie liggen redelijk dicht bij elkaar.
Wat overigens in plaats van een condensator op de ingang vaak ook goed werkt, is de versterker met een condensator van, afhankelijk van de schakeling, een paar honderd picofarad, een tegenkoppeling geven. Door die tegenkoppeling maak je als het ware de transistor slecht voor de hogere frequenties. En daarmee werkt de versterker dus alleen nog voor frequenties in het audiospectrum en een heel klein beetje daarboven. Denk bij zo'n tegenkoppeling maar aan een schakeling van de vorige aflevering met de weerstand van de collector naar de plus en een tweede hoogohmige weerstand als tegenkoppeling voor de gelijkspanning van collector naar basis. Door parallel met die weerstand van collector naar basis een condensator te zetten, versterkt de transistor niet meer voor HF. Andere varianten zijn ook mogelijk en soms nodig. Je moet in de praktijk gewoon kijken wat er werkt. In plaats van de eventuele weerstanden inseren met de ingang kun je uiteraard, ik zei dat al, ook smoorspotjes gebruiken. Een combinatie van ontkoppeling van in- en uitgang met een tegenkoppeling is natuurlijk ook mogelijk. Een smoorspotje inseren met een voedingslijn of een kraal in de aansluitdraden op de voeding kan ook helpen. En wat zeker te overwegen is, dat is om de schakeling in een metalen behuizing te bouwen. Ook van belang is om niet onnodig lange draden te gebruiken, bijvoorbeeld ook niet in de schakeling door onderdelen van de schakeling onnodig ver uit elkaar te plaatsen. Als een maatregel niet voldoende is, nou ja, dan doe je er gewoon een schepje bovenop. Uitproberen of iets werkt kan het beste door gewoon een zendsignaal in de lucht te zetten en te kijken of dat goed gaat. Dat een bepaalde oplossing trouwens werkt, is niet een garantie dat het bij een volgende keer bij een iets andere schakeling dan op dezelfde manier goed blijkt te werken. Het oplossen van zo'n puzzel die telkens een beetje anders is als je een nieuwe schakeling maakt, is voor mij ook wel een van de leuke aspecten van het zelfbouwen. Net als bij het maken van antennes is het door de overdreven grote hoeveelheid aan parameters zeker geen exacte wetenschap. Dat betekent dat het voor een deel ook op je intuïtie aankomt en op je improvisatie. Alvast kun je tegenwoordig ook al veel te weten komen door middel van simulatiesoftware, PE en NWK, die wees me daarnaast ook op. De een zweert bij een dergelijke oplossing en de ander in het geheel dus niet. Dat is, vind ik, ook het leuke van onze hobby. Het heeft zoveel aspecten dat de ene persoon de ene benaderingswijze kan hebben en de andere persoon de andere. Terwijl de hoeveelheid lol die je eraan beleeft dus wel precies even groot kan zijn. Ik loop trouwens nu in de serie tegen een probleempje op. Als ik een concrete schakeling wil beschrijven, dan moet ik ook haast wel iets gaan tekenen. Tot nu toe ben ik ermee weggekomen om dat niet te doen. Maar de reden is dat ik anders bij iedere aanpassing aan het begin van een aflevering weer moet beschrijven hoe de schakeling er op dat moment ook alweer uitziet. Ik ben hiervoor nog op zoek naar oplossingen. Het meest voor de hand liggend is om het schema waar ik het over heb, al dan niet per dag aangepast, op www.pa0ete.nl te zetten. Als iemand een betere oplossing weet, dan houd ik me zeker aanbevolen. Deel 5 van Stuart Hill vandaag en zijn micronatie Forvik. Het eilandstaatje kent twee soorten burgerschap. Landbezittende burgers en niet-landbezittende burgers. Die laatste werden in tweede instantie honorary citizens genoemd, eervolle burgers. Voor de eerste titel komen alleen inwoners van Shetland in aanmerking. Het eiland Forvik is voor de landbezittende ingezetenen opgedeeld in 8000 grondstukken, elk ruwweg 1 vierkante meter groot. Bij de start van het staatje in 2008 gaf het paspoorten uit die voor niet landbezittende burgers voor een bedrag van 20 Forvik groats te koop zijn. 1 Forvik groat is een 100ste Forvik gulden, dus ongeveer 11 pond sterling voor een paspoort. De burgers zonder land mogen belastingvrij inkopen bij bepaalde leveranciers in Shetland, hoewel niet bekendgemaakt is om welke producten of welke leveranciers het daarbij ging. 1 dag na de invoering werd de mogelijkheid om een paspoort van het landje te krijgen alweer ingetrokken. Hill heeft alle eigenaren van land op Shetland uitgenodigd om zich aan te sluiten bij Forvik en zo een federatieve staat te vormen. In eerste instantie maakte Forvik in een officiële publicatie overigens bekend dat 1 Forvik gulden 60 Engelse ponden waard was en 100 Forvik groats 1 gulden waard zou zijn. 1 groat is 12 pond sterling waard, stond erachter. Een dag later werd het aangepast naar 1 groat is ongeveer 0,6 pond sterling waard. Hill is al vanaf het begin bezig om een bazaal, maar meer permanent verblijf op het eiland te maken. Dat moet ongeveer 5 bij 5 meter groot worden, gemaakt van hardboard, kunststof, gelamineerd hout, gaas en turf. Vanavond vindt weer de D-Star-ronde plaats op de meeste D-Star-repeaters van het land en te beluisteren via de website van Frans, PD4, Fox, Mike, Juliet. De website is pd4fmj.nl en bovenaan staat D-Star Player. Morgen 10 oktober is de SSB-ronde die vanuit Arnhem geleid wordt onder de call PI4ANH. Morgen dus vanaf 2100 uur op 144.345 plus of minus QRM.
In the early hours after the tsunamis, it was ham radio that was on the air, saving lives. When Florida was ripped by hurricanes, the hams were there. In the critical moments after the attack of 9/11, it was the hams who coordinated emergency messages. When disasters strike, the hams are ready. Ham radio works when other communications don't. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Ik ben na de uitzending van 7 uur 's avonds weer QFV op Echolink via PI3XTV. Papa India 3 X-ray Delta Victor Repeater. PI3XTV-R staat op Echolink, nodenummer 979350 en daarnaast op de beide chats. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.